vandaag precies 75 jaar geleden is dat ze hier zijn doodgeschoten, die 77 Sovjet-soldaten. En ik denk ook dat er toenemende belangstelling is voor dit verhaal en dat is een goede zaak. En bijzonder om hier zo vroeg te zijn, je daardoor een beetje voor te kunnen stellen, proberen in ieder geval hoe die jongens hier door dat bos gelopen moeten hebben op dit tijdstip. Precies, ja, het is nog donker en dat hebben zij ook ervaren. En het is symbolisch dat het een moment is van donker naar licht, want we plaatsen die kaarsjes vlak voor zonsopgang. En dat dan het licht opkomt is denk ik wel mooi en hoopvol. Goed dat we dit blijven doen, hè? Ja, zeker. Ja, fijn dat er zoveel belangstelling voor is en wij gaan er in elk geval mee door. In een half jaar tijd stierven hierachter in kamp Amersfoort 24 van deze jongens ver van huis aan honger, ziekte en mishandeling. De overgebleven 77 Russen, zoals ze werden genoemd, werden op 9 april 's ochtends, op dit tijdstip ongeveer, precies 75 jaar geleden, bij deze plek afgevoerd.